De brandweer Amsterdam-Amsteland is inderdaad uitgeroepen tot de slimste organisatie van Nederland om verschillende redenen. Wij maken heel slim gebruik van de grote hoeveelheden open data die de Rijksoverheid inmiddels beschikbaar stelt. Dus wij hebben een hele creatieve manier gevonden om gebruik te maken van die beschikbare data. Nou, een voorbeeld van het gebruik van die data is bijvoorbeeld het risicoprofiel wat we hebben gemaakt. Wij hebben voor alle panden, wegen en waterwegen in ons verzorgingsgebied hebben we berekend wat is nou de kans dat er een incident gebeurt en wat zijn de gevolgen als er een incident gebeurt. Nou, en dat geeft ons allerlei mogelijkheden om heel specifiek preventiemaatregelen in te zetten in ons verzorgingsgebied. Wat voor gevoel geeft het om de slimste organisatie te zijn? Hoe hebben jullie dat gevierd? Nou, we zijn natuurlijk geweldig trots. We waren echt heel blij. We hebben het met het hele team gevierd. We hebben ook met het hele team de prijs in ontvangst genomen. Dus we stonden met een mannetje of 10 op het podium. Zowel korpsleiding als de mensen die het project zelf hadden uitgevoerd. En daarna zijn we de kroeg in gegaan.